Wij gaan namelijk de vloer in slaven spelen. Oh, ik kort. Hoppakee. Ja. Oh, je gaat echt. Wat is dit? Wat is dit? En hij is af. Wat? Zeg je niet? Wel, ik zeg dat. Je zegt yo iedereen. Nee, ik zeg altijd hallo iedereen. Nee, helemaal niet. Nee. De vorige video zei yo. Je zegt niks. Oké. Okay. Stop, we gaan. Ik zeg niks. Ja, met Mees en met Lars. En vandaag spelen wij de engste sprong van het pad. Nee, jongens. Nee, vandaag doen we mijn engste sprong. Nee, we doen. 0. We doen helemaal vandaag niks. Vandaag zijn we in. Als de trampoline. Vandaag zijn we in Crazy Kangaroo Island. Oh nee, we doen als de trampoline stopt, dan begint de video. De trampoline stopt wanneer de video begint. Dus dan moet de trampoline breken en dan begint de video. Dan. Ja, dat is perfect. Oh jongens. Yo iedereen, leuk dat jullie kijken. We hebben een gloednieuwe video van je favoriete halfzitter. We zijn in een superleuk trampolinepark. En het trampolinepark heeft dezelfde kleur als mijn haar. Hoe cool is dat? Hou nou eens even op. Oh. Hou nou eens jij even wil, op. Wil je echt met me vechten? 3. Nou. 2. Nee, nee. We gaan vandaag iets superleuks doen in het trampolinepark. Wij gaan namelijk de vloer in slaven spelen. Heel origineel, heel leuk. Oh, dat was heet. Ja, dat is ook gewoon vloer. Ik ben de duivel, ik kan tegen lava. Het is wel leuk dat we dit in een rood park doen, want ja, dat heeft toch wel een beetje het echte effect van lava. Ik heb het al een keer eerder gedaan in het zwembad en ik heb het al een keer eerder gedaan een hele dag. Nu wil ik het binnenkort 24 uur gaan doen, dus doe even zoveel mogelijk blauwlijms omhoog. En bij de 7.991 blauwe duimpjes ga ik 24 uur de vloer niet aanraken. En dat wordt lastig, dat wordt moeilijk, maar we gaan ervoor. Hoe kan ik nou een video maken met twee fucking guys die hier gewoon liggen te pitten en zich niet inzetten voor mijn video? Oké, jongens, we zijn in een supermooi trampolineparkje en jullie herkennen dit trampolineparkje vast wel. Dus ik hoef ook niet meer te vertellen waar we zijn. Maar we hebben hier een blokkenkeltje, we hebben hier trampolines, nog meer trampolines. Waar zijn wij? In een trampolinepark. En je raadt het niet. Oh, maar je raadt het niet, maar er zijn ook nog eens trampolines in dit park. Je raadt? Oh jongens, ik wil echt nieuwe vrienden, kom op. Gun me gewoon even een keer een goede vriend die wel normaal kan doen in mijn video. Maak de grap man, weer Lars. Timo's, nu zit je hoofd niet meer op je lichaam. Lars. Edit hier Timo's hoofd op. Nope. Leuk, hè? Ik edit zelf mijn video's helaas. Oké, jongens, we gaan alle drie een supermooi parcoursje verzinnen door dit park heen. En jij mag niet als eerst. Jij. Ja, omdat jij een iets langer neus hebt dan ons en ik oranje haar, mag jij dus als eerst. Kijk, ik moet nog even nadenken. Je zei dat je al iets had. Ja, net, maar nu heb je me gezegd dat ik een lange sprong van het park. Ja, dat is nee, gezegd dat ik een lange neus heb. Jongens, we doen. Oké. Okay. Oké, okay, maar wanneer stopt de video ook weer? Ja, de video stopt niet. Ronde 1. Wat je doet, je rent zo. Hier naartoe. Ja. Vanaf hier. Spring je van deze daarheen, ja. Dan doe je een variant van een schroef, dus een kork of een schroefvol of een backpull. Ja. Dan ren je door, doe je een side flip van dit blok daarheen. Ja. Moet je van dat blok daarop zien te komen. Ja, maar dat kan niet, dat is ja, heel dat ver. Kan. Dat okay. Kan. Dan ren je over de balk, ga je op dat rode matje daar bovenop, helemaal naar de andere kant. En op het moment dat je in de airbag ligt, stop je de tijd. Oké, okay. Heel lekker. Oké, okay, wacht even. Heb jij een tactiek, Lars? Heel chill. Mees, heb jij een tactiek? Ik heb dus wel een tactiek. Ik ga gewoon kijken of ik zo snel mogelijk van A naar B kan zonder de grond aan te raken. Jullie krijgen in beeld te zien wie deze ronde heeft gewonnen uiteindelijk. En Mees, jij mag beginnen. Het is nu voor jou. Helemaal weg. Ja, helemaal. Ik wil je niet meer op beeld zien. Even, ga maar even daar in de hoek zitten, Lars. Ga maar even achter die schermen zitten anders. Ja, dit is wel perfect. Oké, okay, Mees, gaan we in 3, 2, 1, go. Miauw. Oh, dit is nog best wel fel hoor, dat durf ik denk ik niet. Oh, ik kort. Hoppakee. Ja. Oh. Ja, 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 ja. Je moet toch snel. Nice, lekker. Jij had een tijd van. Weet ik niet, komt hier ergens in beeld. En dan aan het eind zie je wie deze ronde heeft gewonnen. Mees, lekker gedaan. En nou is Lars. Oh. Lars, je mag nu uit de hoek komen. Huh? Je mag nu. Oh. Jouw beurt en Mees had best wel een snelle tijd. Denk je dat je dit gaat inhalen? Ik heb geen idee wat het parcours is.
Ik heb Lars het parcours uitgelegd en nu snapt hij het wel, dus we kunnen beginnen. Oké, 3, 2, 1, go! Ja, lekker, saltootje. Ja, wat is dit voor kutstrek? Oh, dat ja, frontflip mag ook. Oh, lekker, 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 ga door. Ga door. Ja, lekker. Ja, ga door, ga door. Nice. Doe de trampolines mee. Ja, oké, alleen die trampoline doet dan mee. Nee, hij deed ook niet. Doet hij niet mee? Nee, Lars, die doet niet mee. 2 seconden strafpunten. Oké, omdat jij het bent 1. Dan heb ik er... Oké, je hebt geen strafpunten, wat jij wil. Nu ben ik. 1, go! Oh, meentje, het is wel heel ver, hè? Oh! Loot, loot, loot! Letterlijk, besef dat ik net nog tegen jou zei dat je niet via die rand mocht. Ja, maar ik heb dat niet gehoord. Nee, jij hebt dat niet gezegd. Ronde 2. Ja. Jij hebt het parcours. Nou, ik ben benieuwd. Het begint hier. Ja. En eindigt hier. Nee, maar. Omdat we alle drie een parcoursje moeten verzinnen en Lars wel origineel zijn, mag Lars een parcours verzinnen met alleen de trampolines. Je mag dus niet de grond raken, alleen de trampolines. Dus dit is dus heel gevaarlijk, maar dit is dus niet zo heel gevaarlijk. En dan is dit weer heel gevaarlijk. Als je dan hierop staat, is het weer heel gevaarlijk. En had ik al gezegd, als je dan hierop staat, dat het gevaarlijk is? Het is heel simpel. Je maakt een heel rondje over alle trampolines heen en je eindigt in de airbag. Heel makkelijk dus. Maar hoe ga je, hier kan je toch niet omheen? Zo? Ja, dat zei ik toch, ik kan daar toch gewoon omheen. Maar hoe ga je, hier kan je toch niet omheen? Nou, oké, 3. Oké, 2, 1, go! Wow, je gaat echt super snel al. Oh, je gaat echt... Lars, Lars, je raakt de grond al. 1! When you try your best. Lelijke hond. Wow, hoe kan ik dit nou serieus nemen? Let's go, let's go. Ja, 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 eindelijk Lars, kom op. Let's go. Oh, wat een slechte baan is het ook. Het is gewoon een beetje rondspringen. Oh, lekker. Boom, je had echt snelle tijd. Jouw tijd was... Geen idee, we doen helemaal niet met tijd, want het is helemaal niet leuk. Oké, Mees, jij mag nu. 3, 2, 1, go. En... Oh, heel lekker. Mees. Let's go. Kom op, Mees. Dit is een gevaarlijke sprong. Hier moet je even je concentratie concentreren. Oh, heel lekker. Nice. Heel lekker. High five. Nou is mijn beurt. Ja? 3, 2, 1, go. Oh, hey. Oh shit! En hij is af. Dat is een fout. 30 seconden, Timo. Hey, maar dat lag echt aan die sokken. Ja, maar wiens probleem is dat? Kijk. Je mag opnieuw, maar het zijn wel 30 seconden erbij. 3, 2, 1, go. Ja, je bent af. Je stond al op het reizen. Ik maal niet. Jij. Timo! Ah! Ah! Dat is ook af, dat is ook af. Je bent een obstakel. Ja, nou, laat die strafseconde ook maar, ik ben helemaal klaar mee. Dan heb je alsnog gewonnen vandaag. Ja, ik heb alsnog gewonnen. Gewonnen. Jij hebt gewonnen alsjeblieft. Nu mag ik een parcours en dat vind ik echt een heel speciaal parcours. Na ronde 2 komt 3. Ja. We gaan door met het beste parcours van vandaag. Nou, als je die blokken al ziet, dan denk na je... Het gaat net... Nee, helemaal niet. Nou, die van mij. Je begint mij daar bovenop, dan ga je hier helemaal langs, ga je over die blokjes heen. Volgens dan, mij bij het parcours? Ga je, ja, dan mag je er overheen stappen als je het wil. Dan ga je daar over de blokjes heen. Dan moet je vanuit hier, dit matje, hier opspringen. En dan moet je aan de overkant zien te komen zonder de blokken aan te raken.
Ja? Ik weet niet of het geluk hebben niet uitgezocht, maar we gaan het gewoon proberen. Alle drie tegelijkertijd. Ja? Ik denk dat het wel leuk is. Wie er als eerste is? Ja. Oké, Mees, we gaan alle drie tegelijk. Wie als eerste aan de overkant is? 3, 2, 1, go! Nee, zeker. Wat is dit? Wat is dit? Ik stop er ook gewoon mee. Ik ben er ook wat is dit? Zij hebben vastgespeeld. Nou, ik sluit gewoon de video af. Ik hoef meestal ook helemaal niet meer in beeld. Toch geen goede YouTuber, dus maakt ook helemaal niks uit. Jongens, ik denk wel dat ik er klaar mee ben voor vandaag. Vond je dit nou weer een superleuke video? Even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Dan moet je natuurlijk eventjes abonneren. Ik zit bijna... Nee, draai het nu weer even voor mij. Ik zit bijna op de 100.000 abonnees, dus abonneren zou fijn zijn. Check ook even de... Waar zijn ze? De kanalen van de andere jongens. Doe de blauwe duimpjes omhoog. En laat even weten in de comments welke challenge ik de volgende keer moet doen. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later.